Zo, goedemorgen. Donderdagochtend, 6:15. En ik heb net mijn nagels gedaan. Nou, je ziet heel duidelijk welke. De gouden is de nieuwe en de andere zijn nog glitterroze. Het is 6:15. Ik moet vandaag werken, maar de meiden zijn een dagje vrij, want die hebben studiedag. Sterre wordt net wakker, dus die ga ik uit haar bed halen. Ik ben ondertussen mijn nagels voor de laatste keer aan het laten drogen. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik gebruik dit nu sinds eind mei. En sindsdien heb ik gewoon, nou, 99% van de tijd iets op mijn nagels zitten. Soms valt het eraf en heb ik heel even 1, 2 dagen niet. Volgens mij had ik dat nu met mijn wijsvinger. Maar het is nooit heel lang. Ik ben er helemaal blij mee. Ik merk wel dat het allemaal langzaam een beetje opgaat. Kijk, mijn witte poeder is nog dit. En alle lakjes gaan ook op. Dus ik moet gewoon binnenkort een nieuwe set bestellen. Als ik hiermee door wil gaan. Ik had ook gekeken naar alles loskopen. Maar dat, nou, is natuurlijk veel duurder. Want ik heb dus en deze lakjes nodig. En het witte poeder. Ik hoef alleen niet per se nog kleurtjes. Want ik heb echt super veel kleuren. Dat ga ik dus binnenkort lekker bestellen. Ik ben er echt heel blij mee. En ik vind, het is nu oktober, juni, juli, augustus, september. Dus bijna 5 maanden doe ik er al mee. 5 maanden ga ik ook wel redden. Ik denk dat ik hier nog een maandje mee kan doen of zo. Dus ik denk dat ik 5 maanden met de starterset dan heb gedaan. En dan niet per se de kleurtjes, maar de rest. En dan gewoon continu gebruiken. Nou blijft het bij mij echt geen 3 weken zitten. Dus geen idee. Ik zag wel dat bij de nieuwe starter sets kan je een primer krijgen. En dat was er ook altijd voor sensationeel. Wat ik hiervoor ook wel eens gebruikt heb. Dus wellicht dat het dan wel nog beter blijft zitten. Maar dat ga ik dan bestellen. Ik ga even mijn laptop uitzetten. Ik heb net de beelden geïmporteerd. Of ik ga hem dichtklappen. En ik heb strakjes om 9 uur is de inloop hier in het theater. En daarna gaan we naar onze school toe met andere scholen samen. Verschillende teams. Wij zitten met 3 teams. Er zijn ook scholen die met 4 teams zitten. En dan gaan we mixen. En geen idee. 3 rondes zijn er. 2 met andere teams erbij, zeg maar. En de laatste is alleen met ons team. En dan zijn we ook allemaal verdeeld in. Wij zijn in 2 verdeeld, dus er zijn 2 groepen bij ons. Nou, helemaal leuk, ben super benieuwd. Het is de dag van de leerkrachten en ik vind deze studiedag echt serieus altijd heel leuk. Is altijd bij ons stichtingsbreed, dus alle scholen die binnen onze stichting vallen, binnen dezelfde, die zijn er zo. Nou, en daar zit de school van de meiden ook bij, dus vandaar dat zij vrij zijn. Dus 5 oktober is bij ons eigenlijk altijd de dag die Marco altijd vrij kan vragen al aan het begin. Want ik weet gewoon dat dat mijn werkdag is en dat de meiden vrij zijn. Waarschijnlijk zit ik een heel groot deel van de dag. Dus ik loop lekker buiten. Het is nu 7:30 en ik hoef pas om 8:50 weg. Dus tijd zat. Dus ik ga lekker een uurtje wandelen. Podcast van Celine Charlotte in mijn oren. Heerlijk. Ik heb 50 minuten gelopen. Het is nu 8:55. En we hebben gisteren een grote glijbaan uit de tuin binnengezet. Sterre wilde namelijk heel graag naar de speeltuin. Maar 's ochtends was alles nat. En 's middags leek het alsof het keihard ging regenen. Dus ik had onderweg naar school op het schoolplein Marco geappt. Joh, is die vet smerig of zou dat even kunnen? Dan kan ze gewoon even glijden en er energie kwijt. En ze zijn nu al de hele ochtend ermee aan het spelen, let op. Ik zit helemaal dik. Wel, toch maar. Anders shoot. Lekker warm. Oh, ik dacht dat Sterren ging glijden. Nee, nu ging glijden. Oh, go! Goed zo! Ik ben de mooiste. Hebben jullie lekker vrij vandaag? En ik ben hele mooie. Hey, wil je nog iets in je haar voor mama gaat werken? Ja. Nou, zullen we dat even gaan regelen? Ik kom.
En ik ben alweer lekker thuis, al een half uurtje. Het is nu 4:15. Ik ben meteen na het officiële gedeelte weggegaan, want Marco is naar werk. En die is nu wat later begonnen, want eigenlijk zou die al eerder... Dat was eigenlijk handiger geweest, maar ja, dat ging even niet. Dus hij is werken tot 11 uur. Ik ben heel benieuwd. Dit is weer voor het eerst natuurlijk. En ik ben met de meiden. Ze eet alvast persieboontjes, want die had Marco alvast gekookt. Crackers. En ze eten nog wat crackers. En ze hebben al... Sterre, laat je het bord op tafel staan. Oh, ik moet even zeker een bakje, want deze is gelijk al zo... Ja, maar dat geeft niet, want je gaat ze toch eten. Nou, oh, een bakje. Sorry. Ik dacht een nieuw pakje. Kijk. Ben jij aan het eten? Is het lekker? Ja. Je moet hem nooit zo los laten. Jullie hebben nog een beetje een binnenspeeltuin hier ook. Ja, daar is dat een beetje binnen. Pap, 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 pap. Zo. Pap. Je kunt het zien als een voordeel en als een nadeel. Van allebei de kinderen hebben we er één. Maar Marco werkt tot 11 minimaal. Dus we moeten de hond nog uitlaten. Ella? Lollies kopen. Ja, ik heb maar van Lauren naar nadeel een voordeel gemaakt. Hello? Dus we lopen nog een rondje met Benji. En dan gaan we de appie in. De en dan ga ik de appie in. Blijft Mila met Benji staan. En dan haal ik een lolletje. Oh, lekker ster. Ik heb geel, maar weet je wat geel is? Nou? Een citroen. Citroen? Mm-hmm. Smaakt hij ook echt naar citroen? Oh, dat is fijn. En Ster heeft ook een lolly. Nou, gaan we lekker naar... Moet je niet naar Benji lopen? Huis. Nou, Ster wil echt nog niet slapen. Maar bij deze ga ik wel alvast de vlog afsluiten. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei!